Mocht je de afgelopen dagen op Facebook hebben gezeten, dan is de kans groot dat je een reclame voorbij hebt zien komen van een kant-en-klaar pakket met spullen. Wij zijn bij 3 ondernemers langs geweest die alle 3 een pakket aanbieden. Mijn naam is Ivo van Dijk en ik bied namens Support Locals Twente samen met wat collega's bied ik een boodschappenbox aan. Ik ben Maarten Eijf van Brouwerij Richtersbier. En wij hebben speciaal voor het goede doel de Stay Home Box gemaakt. Ik ben Pim van der Spar en wij bieden de Netflix Box aan. Lokale ondernemers die hebben nu heel veel last van de coronacrisis, omdat het publiek gaat massaal naar de supermarkt en koopt daar al hun boodschappen in. En vergeten eigenlijk een beetje de lokale ondernemers. En juist zij hebben het in deze tijd heel erg nodig. Het pakket hebben we ontwikkeld eigenlijk voor 2 doelgroepen. Dus ten eerste, je kunt gewoon een pakketje voor jezelf bestellen bij ons op de webshop. En de andere kant is eigenlijk dat wij daarmee bedrijven targeten. Die dus voor hun werknemers thuis een pakket sturen. Dus je zit thuis te werken, al 3 weken niet op de zaak geweest. Dan is dit een mooi pakketje om een hart onder de riem te steken en daarmee ook een goed doel te steunen. Nou, in deze tijd is het natuurlijk makkelijk dat je gewoon vanuit huis, dat je leuke stoel, 's morgens denkt van nou, ik ga vanavond lekker avondje Netflixen met mijn vriend, vriendin, broer, zus. Je kunt het bestellen. Vanmorgen besteld is vanmiddag al in huis. De ene ondernemer is al wat langer bezig dan de ander. Maar ze merken wel allemaal dat een pakket met spullen een gat in de markt is. Toen wij zijn begonnen heeft het in de krant gestaan. En toen kregen we eigenlijk al heel snel 200 aanmeldingen. In totaal tot nu toe in 2 weken tijd hebben wij 250 boxen besteld, bezorgd. Nou ja, je ziet het hier, we staan bijna in een leeg magazijn. Het is echt ongelooflijk druk. We zijn echt alleen maar pakketten aan het inpakken. We zijn nu een weekje staan op de boxboden en we hebben daar best wel wat verkocht, ja. Zeker. En wat in deze bijzondere tijden dan ook van ondernemers verwacht dat ze creatief zijn. Zo doet Van Dijk normaal gesproken ander werk. Ik heb een eigen bedrijfje Dreug. Dat is, ben ik nu sinds een jaar ongeveer gestart. En maak ik droge worst. En die worst die gaat normaal naar delicatessenwinkels en horecagelegenheden. En ja, daardoor heb ik zelf eigenlijk een flinke omzetdip gekregen. Toen dacht ik, ja, nou wil ik wat anders gaan doen. Om ook mijn klanten bijvoorbeeld een hart onder de riem te kunnen steken. Het is voor ons heel erg lastig als kleine brouwer, dus wij doen echt alles om ons hoofd boven water te houden. En we gaan op 19 april gaan wij live op Facebook en YouTube gaan we een uitzending maken waarin wij die bieren gaan proeven en we geven uitleg over onze brouwerij. Dus mogelijkheid om vragen te stellen, dus je krijgt echt een middagvullende tv. Ik heb toch niet wat beters te doen. We zijn begonnen met thuisbezorgen, waar de reguliere supermarkten best lange wachttijden hebben, is bij ons nog gewoon vandaag besteld. Uiterlijk morgen in huis. Succes of niet, of de box na corona ook nog een blijvertje is, is nog maar de vraag. Ja, dat is een goeie. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar onze webshop zeker, ja. Want de webshop is echt sky high. Dat gaat echt, ja, dat hadden we nooit zo verwacht. We verkochten al wel wat via de webshop, maar dat gaat wel echt heel goed. Alleen moeten we wel oppassen dat we niet de slijters aan wie wij leveren, dat we die in het vaarwater zitten. Dus daar moeten we echt wel goed naar kijken. Uiteindelijk is het natuurlijk een hartstikke leuk item. Gemak, waar je heel snel kunt schakelen. En we zitten hier in Enschede, dus we kunnen hem zo even rondbrengen. Kleine moeite.